allemaal en welkom bij een nieuwe video van Teddy B. Ik ben de afgelopen periode niet zo heel veel op dit kanaal te vinden geweest. En daar was een goede reden voor, want ik had een sabbatical. Nu heb ik niet stilgezeten tijdens die periode, want ik heb namelijk op de achtergrond in alle rust een boek geschreven. En dat boek gaat uiteraard over cricket. Nu denk je misschien, maar wie is dan die mevrouw die nu naast haar zit? Nou, dat is de dame met wie ik dit boek samen heb geschreven. Een aantal van jullie zullen mij misschien al kennen. Ik ben Vera van Atelier V en wij zijn een van de cricketverdeelpunten voor België en Nederland. Dit boek wat wij samen geschreven hebben, was iets wat wij al jaren samen wilden doen en waar we eindelijk de tijd voor hebben gevonden om dit project nu eens met twee handen aan te gaan pakken. Nou, in deze video zie je het al, er zit een beetje een lege ruimte hier naast Vera, dus we laten jullie graag de definitieve cover van ons boek zien. Tada! In het boek vind je 25 inspirerende cricketprojecten die geschikt zijn voor alle cricketsnijmachines en warmtepersen en die leuk zijn om te maken zowel wanneer je een beginner bent in de wonderenwereld van cricket als wanneer je al heel veel ervaring hebt. Nou, en dat boek kun je vanaf eind oktober gaan kopen. Het is beschikbaar in Nederland en in België. Maar als jij hem als eerste wil hebben, dan kun je hem uiteraard pre-orderen. En dat kan op de website van Vera. De link zet ik even hier in de bovenhoek en uiteraard ook hier beneden in de beschrijving. Het grote voordeel van pre-orderen is dat je een gesigneerd exemplaar thuis krijgt. En er zit ook nog eens een keer een kortingsbon in, waarmee je bij Vera hele mooie cricketmaterialen aan kunt schaffen met een leuke korting. En als jij nou eigenlijk dat boek in real life wil komen aanschaffen bij ons, met meteen een handtekening in persoon gezet, dan kan dat ook. Kom dan eind oktober naar de Crea Doe in de jaarbeurs in Utrecht. Wij staan daar op de stand van cricket met ons boek om die persoonlijk aan jou te overhandigen. We zullen er zijn op donderdag, op zaterdag en op zondag en we hopen jou daar te mogen ontmoeten. Mocht je nog vragen hebben in de tussentijd, laat het ons vooral weten. Zet ze hieronder in de comments en dan reageren wij zo snel mogelijk. En we hopen je uiteraard te zien op de Crea Doe. Tot dan! Dag!